Welkom bij Haven TV Gent. We zijn vandaag op bezoek in het havenbedrijf. Hier zitten de havenluitenanten die er elke dag voor zorgen dat de schepen veilig in en uit de haven varen. En wij mogen vandaag één van hen volgen. Hallo, dag John. Hey. Oké. Ik mag vandaag eens een dagje met jou meelopen? Jazeker. Laten we anders eerst naar de kapiteinskamer gaan. Oké, dat is goed. Zie je welke? Dit is nu de kapiteinskamer, die 24 op 24 wordt bemand, 7 op 7. En dat doen we met onze verschillende collega's. Onze hoofdtaken zijn 1. Scheepvaartbegeleiding, 2. Veiligheid binnen de haven en ook de vrijwaring van het milieu. En scheepvaartbegeleiding, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Goh, moeilijk uit te leggen. Ik vergelijk dat altijd een beetje met de verkeersleiding van de vliegtuigen. Ja. Dat gebeurt hier ook zo, maar dan op het water. Dus elk schip wordt bijgehouden, wij weten perfect welk schip waar zit. En wij geven de loodsen de nodige informatie voor veilig tot aan een lichtplaats te komen. Jij moet nu aan het werk? Ja, ik ga mijn collega aflossen. Oké. Okay. Ik, goedemiddag. Ja. Volgende, de man, 1500 van de trek. En wat staat er vandaag op de planning nu? Wel, om het makkelijk te houden heb ik 2 lijstjes voor u afgedrukt. Mm-hmm. Het eerste lijstje zijn de schepen die we vandaag nog mogen verwachten, die de haven gaan binnenkomen. En daar staan ook alle opmerkingen op die van toepassing zijn op het kanaal, waar dat we extra voorzichtig voor moeten zijn. Ja. En het tweede lijstje is dan onze lichtplaatsposities. En hoeveel schepen komen zo gemiddeld per dag hier binnen? Goh. Ja, de zeevaart is heel, heel marktgevoelig, maar je mag zo rekenen op een tiental schepen per dag. Ja. En op een jaarbasis een 3500-tal zeeschepen, enkel zeeschepen per jaar. Dat is veel, ja. Mobiel nogmaals. En die luistert, Michel. Ter info, 3 sleepboten, 4 bootlui, 10 tal voor. Moet jij straks nog naar een schip? Er is nog eentje aan het binnenkomen. Een schip van 181 meter. Mm-hmm. En die gaat afmeren aan de kluizenkaai. Ik stel voor dat we anders daar eens naartoe gaan. Zeker? Oké. Volg mij anders maar. Ik ga vlug nog een auto nemen. Wat is jouw taak dan concreet? Wel, een schip wordt besteld door de scheepsagent. Die reis wordt dan goedgekeurd. En de stouwer gaat dan een positie ingeven. Waar dat de stouwer dat schip eigenlijk verwacht. Mm-hmm. En wij zien erop toe dat schip dan op de juiste plek komt te liggen. Ja. Ik loop mee met de boeg tot aan zijn positie. Tot wanneer dat het schip in positie ligt. Ja. Wat je nu hoort zijn is de loods en de 2 sleepbootkapiteins. Ja. We moeten nog 10 meter vooruit. Het is echt precisiewerk eigenlijk, hè? Ja, toch wel. Als er een positie wordt aangevraagd door de stouwers, proberen wij dat toch zo tot op de meter eigenlijk goed te leggen. Vandaag ging het wel vlot, vond ik. Gaat het altijd zo vlot? Er zijn minder dagen. We hebben nu nog geluk met het weer. In het winter ligt dat hier ook vol met sneeuw en zo. Dat is wel gevaarlijk werken. Maar we beschikken over goede loodsen, over goede collega's. En we brengen altijd tot een goed einde. Zo, ik laat de havenluitenanten hier nog verder hun werk doen. Voor de meesten zit hun shift er bijna op, maar dat betekent niet dat het licht uitgaat, want de Gentse haven slaapt nooit. Ik ben Rick de Kaluwe van beroep loods. Ik ben dat al 22 jaar. Wij werken meestal 's nachts. Wij varen hier met hele grote schepen. Tussen de kleine schepen, de binnenvaart, die varen soms 20, 30 meter langs ons heen. U kunt u inbeelden, als wij niet in het midden van het kanaal blijven, dat er grote rampen kunnen gebeuren. Ons grootste talent is volgens mij het inschatten van snelheid. De zwaarte van het schip inschatten om op tijd te stoppen. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een beetje zoals een auto parkeren, maar dan in grote volumes. Als loods is het een mooie voortzetting van uw beroep als kapitein. Er
Er is een waterzuiveringsinstallatie geplaatst op het voormalige stort La Floridienne in de Gentse haven. Eind vorig jaar stelde het havenbedrijf vast dat er mogelijk arseen zit in het water dat langs La Floridienne in het kanaal Genterneuze afgevoerd wordt. De waterzuiveringsinstallatie zal dat probleem nu oplossen. De volksgezondheid is op geen enkel ogenblik in gevaar geweest.